thoughts, surroundings. I realized I needed to rise and become king. Nieuwe moord. Zijn moordenaarslaap. Spreek over de serie moordenaar. De mogelijkheid bestaat. De derde moord in deze paar dagen. Er is duidelijk een verband. Nieuwe moord. We moeten dringend de moordenaar vinden. Bij elke moord is er het haar afgekomt en de hals met de nog in de hoogte. Dus dit is de vriendin van het meisje dat ik vermoord heb. Die is nog nooit. Kent je nu van ergens? Ja, dat kan wel, want toen ik nog kort rondging aan mijn vrienden, wil ik niet heen. Ah ja, dat is echt erg dat er mijn vrienden is geweest. Maar hij lang is ja. Hier is mijn nummer. Kom terug! Dit was de trailer van de film De Aardbeienplukker. Nu is er een kort interview met de hoofdactrice. Vertel eens kort over wat de film gaat. De film gaat over vier moorden die door een seriemoordenaar zijn gepleegd. Ik ben de vriendin van het laatste meisje dat is vermoord. En ik word uiteindelijk verliefd op de moordenaar en ik begin daar een relatie mee. En dan valt het te zien of dat hij mij ook gaat proberen vermoorden of niet. Vond je het leuk om in deze film te spelen? Ja, ik vond het een zeer tof verhaal en met toffe mede-acteurs. Dus het was een plezante film. Kan je ons al vertellen hoe de film eindigt? Nee, daarvoor ga je de film zelf moeten zien.